De afgelopen eeuw was de eerste in de geschiedenis waarin we ons leven in beeld en geluid konden vastleggen. Tienduizenden films, honderdduizenden video's en miljoenen foto's liggen opgeslagen in archieven waar de tijd letterlijk aan de prachtige beelden en geluiden vreet. Beelden voor de toekomst geeft het materiaal een nieuw leven. Het is van ons allemaal en iedereen zou er eenvoudig bij moeten kunnen. Maar hoe regel je dat als alles weggestopt in archieven ligt? Het antwoord is digitaliseren. Digitale bestanden breng je immers veel gemakkelijker naar bijvoorbeeld huiskamers, schoolklassen of de creatieve industrie. Je kunt met het materiaal remixen, nieuw werk maken of informatie verrijken. Alle items krijgen slimme labels en beschrijvingen, zodat je snel het juiste fragment of die ene foto kunt vinden. Elke dag komt er meer materiaal beschikbaar. Elke dag kunnen er meer mensen van genieten. Beelden voor de toekomst. Voor een duurzaam en open audiovisueel erfgoed.